We hebben vandaag Driehoven geopend. Daar hebben zij nu echt officieel. En ja, we hebben op alle drie de locaties hebben we een feestelijke opening gedaan. Met confettikanonnen en even de kinderen welkom genieten. Het is nu echt officieel één groot geheel. Maar eigenlijk is het zo dat we al een tijdje met elkaar samenwerken. Dus dat is ook wel weer heel erg als van ouds, zal ik maar zeggen. Dus van de ene kant is het heel nieuw en spannend. En van de andere kant is het weer heel fijn om de kinderen allemaal te zien. Voor sommige kinderen is het al een beetje bekend terrein. Die zijn hier al eens vaker geweest. En sommige kinderen is het ook nog een beetje nieuw. Sommige kinderen een beetje geëmotioneerd. Ja. Ja, dat kan allerlei redenen hebben. Vaak is het omdat ze bij de oude juf weggaan en naar een nieuwe klas gaan. En soms is het ook gewoon dat ze weer blij zijn om te starten of dat ze het erg spannend vinden. Goedemiddag allemaal, hopelijk hebben jullie een fijne vakantie gehad. Ik ben juffrouw Monique en ik sta dit jaar in groep 8B. We hebben niet per se veel nieuwe gezichten, maar we hebben wel links en rechts wat leerkrachten die een andere groep hebben dit jaar. En binnenkort neemt er eentje afscheid. Inderdaad, over 2 weken dan gaat meester John met pensioen. Dat is inderdaad ook wel weer heel even wennen. Hè? Dan verlaat weer een man het onderwijs. Dat vinden wij best jammer. Nou, in ieder geval fijn om allemaal die frisse kopjes te zien na de vakantie. Ja, dat wordt hard werken, maar we hebben wel allemaal zoiets van nou heerlijk dat we nu lekker samen aan de slag kunnen. Fijn om de kinderen weer te zien. Dat is het belangrijkste, want daar doen we het voor.